En hou je je ook al bezig met wat er komen gaat? Met wat er onherroepelijk komen gaat? Ja, dat denk ik af en toe wel eens aan. Maar dat ga ik wel heel snel uit mijn hoofd zetten dan. Ja? Ja, want het lijkt me verschrikkelijk als je allebei je ouders kwijt bent. Dus dan denk je, ik ga er gewoon niet over nadenken, dat komt wel? Of... Ja, omdat ik dat eigenlijk ook met mijn vader gehad heb. Weet je? Ik zeg wel eens tegen mensen, als er iets gebeurt, dan zeggen ze... Ja, oh, als ik daaraan denk, dat zal verschrikkelijk zijn. Ik zeg, moet je niet doen. Want op het moment dat het gebeurt, dan is het meerdere malen zo meer, zoveel meer. Geniet van de momenten die er nu nog zijn. Weet je wel? En zou je niet bezig met het leed, nee, wat nog op je pad, nee, gaat komen? Nee, ik geniet nu nog. En ik krijg zoveel genoegdoening als ze zeggen, leuk dat je er was. Want dat hebben ze de laatste 2 jaar bijna thuis niet gezegd.